Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en vandaag gaan we dit roosje haken. Nou, ik zal je laten zien wat je nodig hebt. Een bolletje wol van 100% katoen, een schaar, een haaknaald van 2,5 mm en een borduurnaald. We beginnen met een opzetlus. Dus je pakt je draad, maakt een klein boogje. Trek deze naar voren. Slij je om je naald heen. En trek je door je lus. En dan kun je hem zo aantrekken. En dan gaan we een ketting van 75 lossen maken. En een losse doe je zo, door om te slaan. En door je lus te halen. Omslaan. Door je lus. En dan 75 keer. Je hebt nu een ketting van 75 lossen. Hier maak je er nog 3 lossen bij. Dit telt als je eerste stokje. Nu gaan we in de vierde steek van de naald een stokje haken. Dus je draait om de naald. 1, 2, 3. 4. Steek je naald in. Trek je draad naar voren. Omslaan. Door 2 lusjes. Omslaan. Door 2. Vervolgens maken we 2 stokjes in de volgende steek. De tweede steek je er gewoon naast. En vervolgens maak je weer een stokje in de volgende steek, dan weer 2, dan weer 1, dan weer 2, tot het einde. Ik ben nu aan het einde van de rij en mijn ketting is nu ongeveer 35 centimeter lang en hij begint al te krullen. Dus later kunnen we hem heel makkelijk oprollen. Nu gaan we verder de blaadjes maken. We gaan het werk niet meer draaien. We beginnen nu met een losse. Dit telt als je eerste vaste. Vervolgens maken we een half stokje in de volgende steek. Dus je draad omslaan. Door je steek, draad naar voren en dan door alle 3 de lusjes heen. Dan nog een half stokje in de volgende steek. Draad door alle 3 de lusjes. En dan 3 stokjes in de volgende steek. Door 2 lusjes omslaan. Door 2. En een derde. Vervolgens maak je weer een half stokje in de volgende. Nog een half stokje. En een vaste. Dit is je eerste plaatje. En dit herhaal je nog 1 keer in de volgende paar steken. Nu heb je 2 plaatjes. En nu gaan we de volgende 2 maken. Deze worden ietsjes groter. Begin met een losse. Steek je naald in de steek. Omslaan, naald in de volgende steek en door 3 lusjes, dat is een half stokje. Nog een half stokje en een derde in de volgende steek.
gaan we 2 stokjes haken in elke van de volgende 6 steken. Dus omslaan, insteken. Door 2 lusjes, omslaan, door 2 lusjes. Dan nog een 2e in dezelfde steek. Dit zijn de 4 totaal. 2 in de volgende. Achtertaal. En dit zijn de laatste 2. Vervolgens maak je weer een half stokje in de volgende 3 steken. Omslaan, insteken, draad naar voren en door 3. En je eindigt met een vaste, dus insteken en door 2 lusjes. En dan heb je het volgende blaadje gemaakt. En deze herhaal je ook nog 1 keer, verder in de reeks. Nu heb je in totaal 4 blaadjes. Het begint klein en deze iets groter. En nu gaan we weer de volgende 2 blaadjes maken, die worden nog iets groter. Het begint weer met een vaste. Drie halve stokjes in de volgende 3. Dus insteken, omslaan en door 3 lussen. Vervolgens maak je 2 stokjes in de volgende steek. In dezelfde steek. En 2 stokjes in de steek ernaast. Vervolgens maken we een stokje en een half stokje in de volgende steek. Dus eerst een stokje. En in dezelfde steek een half stokje. En in de steek erna doen we een half stokje en dan een stokje. Dus eerst het halve stokje. En dan het stokje. Nu weer 2 stokjes in elk van de volgende 2 steken. Dan weer 3 halve stokjes in de volgende 3.
en dan eindig je weer met een vaste. En nu zie je dat je een blaadje hebt met een klein deukje in het midden. En dit herhaal je nog één keer verder in de reeks. Nu heb je in totaal 6 blaadjes. En nu gaan we nog één andere doen en deze herhaal je tot het einde. We beginnen weer met een vaste. Drie halve stokjes in de volgende drie. Dan 2 stokjes in de volgende steek. Drie stokjes in de steek erna. Dan 2 stokjes en een half stokje in de volgende steek. Dus hier maak je weer een deuk. En dan een half stokje. En 2 stokjes in de steek erna. Drie stokjes in de volgende steek. Twee stokjes in de steek erna. Dan weer 3 halve stokjes in de volgende 3. En je eindigt weer met een vaste in de steek erna. Dit plaatje is dus ietsjes groter dan die ervoor. En dit herhaal je helemaal tot het einde van de rij. Zo ziet je werk er nu uit. Dus van de kleine blaadjes naar middel. En dan de grotere. En nu gaan we in elkaar zetten. Dus je gebruikt de staart. Daar haal je je borduurnaald erheen. Nou, nu gaan we de roos oprollen. Leg je naald even aan de kant. We beginnen bij de kleine kant. Gewoon rollen. Probeer je staart hier naar beneden te houden.
draai hem om. Goed vasthouden. Dan pak je naald weer. Het andere staartje even aan de kant. En dan steek je hem door een aantal lagen blaadjes heen. Helemaal door naar voren. Steeds goed vasthouden. Komt hij er hier uit. En dan ga je dezelfde plek weer schuin naar beneden. Door alle lage blaadjes. En zo ga je rond, zodat alles mooi vast zit. Nu zitten alle blaadjes goed vast. En je bent helemaal rond geweest. Dan pakken we de twee uiteindes. En dan maken we gewoon een simpel knoopje. Vervolgens steek je naald door je werkje. Door één blaadje, door meerdere blaadjes, maakt niet heel veel uit. Het is maar zodat je het uiteinde verstopt. Trek hem een beetje aan. En dan knip je hem af. En je doet hetzelfde met het andere uiteinde. Dit stukje richting de andere kant. Ook door een blaadje. Ook een beetje aantrekken. En dan afknippen. En dan is je roosje klaar. Bedankt voor het kijken van deze video en veel plezier met haken.